Goedemorgen, meneer. Ik had getracht een juffrouwtje uit het Overpeltse te fotograferen. Ik heb een paar beauty shots van haar gemaakt, maar helaas is ze verdwenen uit het zicht. Ik hoop dat ze vandaag misschien mag tegenkomen. Misschien, ja. Kijk, dit is mijn cameraatje. Helaas zijn ze nu allemaal in een andere vorm met eendjes en mullen. Maar deze gaat nog met een hoedje. Ja, zo. En zo belichten wij onze objecten tot een goed resultaat. Mag ik nu naar binnen gaan, meneer? Ik wens iedereen van harte welkom op deze bijzondere dag, hè, bij Lens op de Mens. Iedereen hier aanwezig. Welkom gedeputeerde Igor Filtjes, burgemeester Schepele, gemeente en OCMW-raadsleden, partners en sponsors, genodigden. Welkom in Overpelt. Wij openen vandaag op deze zonnige dag het internationale fotofestival Lens op de Mens. Maanden werd hier naartoe gewerkt om uiteindelijk te komen tot dit prachtige eindresultaat. Ik geef jullie graag even het programma van deze academische zitting mee. Het officiële gedeelte wordt geopend door burgemeester van Overpelt, Jacques Fransen. Ook gedeputeerde van Erfgoed, Toerisme en Cultuur, Igor Filtjes, heet jullie graag welkom. De speeches worden afgewisseld door een muzikaal en filmisch intermezzo. Uiteindelijk gaan we over tot de awarduitreiking, waarvoor we juryvoorzitter Johan Brouwers, Caroline Tangen vanuit de Beroepsvereniging voor Fotografen en Freddy van Vlaanderen vanuit het Centrum van Beeldexpressie uitnodigen op het podium. Afsluiten doen we opnieuw met een muzikaal intermezzo en Schepen van Cultuur, Karin van Gerven. Bij deze geef ik dan graag het woord aan burgemeester van Overpelt, Jacques Fransen. Als voorzitter van de jury zou ik graag van deze gelegenheid gebruik willen maken om de juryleden van het festival aan u voor te stellen en hun te bedanken voor hun geweldige en belangeloze medewerking. Vele honderden foto's online beoordelen is een enorme klus. Het betekent uren voor het computerscherm zitten en ieder oordeelde in functie van zijn of haar fotografische achtergrond. De een focuste wat meer op techniek, de ander wat meer op het gevoel dat uit de beelden sprak.
Het resultaat was een gezonde mix van meningen. Uiteindelijk werden een 500-tal foto's weergehouden. We hadden de juryleden ook gevraagd om een puntenquotering, een sterrenquotering toe te kennen aan de foto's. En tijdens een live jurering werden de foto's met het hoogst aantal toegekende sterren opnieuw bekeken. En daar werd dan in gezamenlijk overleg de laureaten uitgekozen die wij zo dadelijk aan u gaan voorstellen. Goedemiddag iedereen. Als voorzitter van de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen ben ik heel fier dat we met onze vereniging mee onze schouders mochten zetten onder dit internationale fotofestival. Dat een gemeente fotografie in de kijker weet te zetten bij een breed publiek, kunnen wij alleen maar toejuichen. Fotografie is hier de aantrekkingskracht om mensen van heinde en ver naar Overpelt te halen. We beseffen dat de realisatie van het festival slechts mogelijk was door engagement van velen. In het bijzonder wil ik Karim hier voor mij en Johan naast mij vermelden die samen met het hele team alles in goede banen wisten te leiden. Ikzelf ben heel benieuwd wie straks in de prijzen zal vallen en ik wil ook jullie niet langer in spanning houden. Maar voor ik het podium vrijmaak voor de uiteindelijke prijsuitreiking, wil ik alvast alle awardwinnaars feliciteren en wens ik iedereen hier aanwezig veel plezier toe bij het bekijken van de foto's. Dank u wel. We openen deze prijsuitreiking met de eervolle vermeldingen bij de categorie amateurfotograaf. Alain Caret, Hendrik Geuns, Raf van Dalen, Dennis van Lingen uit Nederland, Edgar Voet. Graag deze mensen op het podium als ze aanwezig zijn. Papa kan dat ook. Papa mag ook. Dat mag ook. Professionele fotografen, de eervolle vermeldingen. Michel Franke. Een samenwerking tussen Jurgen de Witte en Paul Geyle. Uit India, Joydeep Mukherjee. Jos Verhoeven. Gaat naar onze collega Didier de Damilov. Stefanie Smeets. Dank u.
zilveren en gouden medailles. En bij de amateurfotografen hebben we 3 genomineerden uiteraard. Mark Kapers. Dames en heren, het brons bij de amateurfotografen, het festival Lens op de Mens, gaat naar Brigitte van der Voort. Dan blijven er natuurlijk nog 2 namen over die kans maken op het goud. Mark Amers en Mieke de Haas. Dames en heren, de Gold Award in het fotofestival Lens op de Mens 2017 gaat naar Mark Amers. Ik wil zeggen dat het zilver uiteraard naar Mieke de Haas gaat. Die komt naar. Professionele fotografen, de top 3, komen in aanmerking ook voor brons, zilver en goud. Als eerste hebben we Anja Aitner, Ken Pimentel en Sadegh Souri uit Iran. Het brons in de categorie professionele fotografen gaat naar Ken Pimentel. Blijven er nog 2 namen over. Anja Aitner, Sadegh Souri voor de Gold Award. Dames en heren, de Gold Award voor het fotofestival Lens op de Mens 2017 gaat naar Sadegh Souri. Dat wil dus zeggen dat het zilver gaat naar Anna Aitner, die wij graag op het podium gaan. Dames en heren, de winnaar van de Gold Award is niet onder ons, maar ik wil toch even iets vertellen bij deze foto. Sadegh Souri is een Iraanse freelance fotograaf, geboren in 1985, die in binnen- en buitenland al aardig wat prijzen bij elkaar heeft gehad. Zijn werk, Binnen de foto komt uit de reeks No Mercy for the Children. En deze foto kreeg onder andere in 2015 van UNICEF al een eervolle vermelding in hun wedstrijd Foto van het Jaar. Volgens de Conventie van de Verenigde Naties over de Rechten van het Kind moet ieder kind dat in aanraking komt met het gerecht ook berecht worden als kind of behandeld worden als kind. En dit recht wordt helaas in heel veel landen nog geschonden. Sadegh Souri slaagde erin om een reeks foto's te nemen van vrouwelijke delinquenten in een jeugdgevangenis in de buurt van Teheran. Sommige van die jonge vrouwen riskeren de doodstraf op beschuldiging van drugsbezit of gewapende overval. En als enige toegeving aan de internationale druk kunnen deze terechtstellingen pas uitgevoerd worden als de delinquenten 18 jaar geworden zijn. Echt wel iets om. Het bekroonde beeld is een duidelijke aanklacht tegen deze praktijken. De foto vertelt een verhaal van angst, schaamte, onzekerheid, onmacht. De jury was zeer onder de indruk van de enorme impact van dit beeld. Thank you.
bedankt aan de jury en voorzitter Johan Brouwers voor de prijsuitreiking. En Johan Taans voor de eigen gecomponeerde nummers. Burgemeester, hoe staat u tegenover dit festival? Uitermate positief. Het geeft ons de kans om de publieke ruimte, die de plek is bij uitstek om kunst aan een breed publiek te tonen, op die manier in te zetten. We hebben daar al ervaring mee in het verleden, wanneer we een beeldententoonstelling een ganse zomer gehad hebben. En we waren dan ook zeer tevreden als Schepencollege en onmiddellijk ook mee wanneer Karine van Gerven een voorstel deed om in Overpelt naar een Frankrijks voorbeeld een tweejaarlijkse fototentoonstelling op te zetten. En ik denk dat alle ingrediënten aanwezig is om van deze fototentoonstelling een spetterende zomer in Overpelt te maken. We vinden het een mooi initiatief om Overpelt, maar ook daarmee onze provincie op de kaart te zetten. In het begin was het een beetje vreemd zo. We kenden het initiatief niet. En Karine van Gerven heeft ons moeten overtuigen van stap mee in, want het wordt iets. En als we het nu zien, is het inderdaad iets geworden. De eerste indruk, ik moest eigenlijk vanmorgen onmiddellijk denken aan het kunsten- en poëziefestival Uatou in West-Vlaanderen. Waar ook elke zomer dat project komt en waar dat kunst in de openbare ruimte te zien is. En waar eigenlijk heel veel toeristen uit heel Vlaanderen een dagje naartoe gaan. En ik hoop dat we dat ooit in Overpelt ook kunnen krijgen. Dat heel Vlaanderen in de zomer naar hier komt om eens te kijken wat hier allemaal te zien is. Karine, hoe waren de voorbereidingen? Ja, je begint met een idee, dan zoek je steun bij allerlei mensen, zoekt partners, je zoekt een hele ploeg rond die je daarin kan steunen en helpen. En dan begint het en dan wordt er stelselmatig aan verder gewerkt tot we uiteindelijk tot deze expositie komen. Het was wel een gigantisch karwei om alle foto's uit te zoeken, of niet? Dat was een serieus karwei, want 800 foto's selecteren online, dat zijn heel veel uren bekijken en jureren nu. Dat was het werk van de jury en niet van mij. De tentoonstelling blijft hangen tot einde augustus en gedurende de hele zomer zijn nog een aantal activiteiten. Men kan een fotozoektocht komen afhalen hier in Paleten en die doen. Ook naar kinderen en jongeren doen we een oproep om foto's in te sturen. Die we dan in maand augustus nog gaan etaleren in etalageramen. Op 23 juli zal Guy Schotten een onderwater performance geven. Dus een modellen shoot op de bodem van het zwembad. En tijdens de World Photographic Day zal het CVO een beurs en allerlei workshops hier nog organiseren in augustus. Dus er zijn nog allerlei activiteiten gedurende de zomer. Fotografie zal dus heel de zomer heel aanwezig zijn in Overpelt.